Mijn naam is Perry Pierik, u bent bij Café Weltschmerz. Café Weltschmerz is afhankelijk van donaties. U kunt ons dus steunen. Daarvoor graag naar de website van Café Weltschmerz. Dank u wel. Ja, welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Perry Pierik en vandaag is mijn gast Roelof Hendrik Bos, bekend onder de schrijversnaam Celeste Lupus. Hartelijk welkom, Roelof. Ik heb een aantal boeken van je meegenomen. Ik laat er gelijk een aantal zien. En het viel mij ook gelijk op dat het aantal titels in een hoog tempo aan het toenemen is. Ja, dat klopt. Je schrijft steeds meer, steeds vaker. Ja, het gaat inderdaad steeds sneller. Er zijn eigenlijk geen momenten waarin ik er niet aan denk om iets te doen. Ja, ik denk dat elke schrijver dat hij wel altijd zich erop voorbereidt om een bloknootje bij de hand te hebben om zijn invallen te noteren. Maar dat is dus bij mij ook zo. Maar ik verdeel mijn dagindeling tussen de schrijverij en de muziek. Ja, dat viel mij op. Het is, wat dat betreft ben je een soort multitalent die zich bezighoudt met juridische zaken. Hè? Want ik begon ermee dat in een vorig leven was je vooral werkzaam eigenlijk als advocaat, als jurist. Als notariële zaken waar je ook mee bezig hebt gehouden. Ja. Ik ben begonnen als kandidaat notaris. Ja? Daarna ben ik vrij snel belastingadviseur geworden. En daarna uiteindelijk ben ik advocaat geworden. Met een specialisatie in familiebedrijvenrecht. Familiebedrijven die hebben eigenlijk... altijd op een gegeven moment krijgen ze te maken met zowel een fiscaal probleem, een notarieel probleem als de advocatuur. Want dat is met overlijden zo. Of een echtscheiding van een ondernemer, dan is er een conflict. Ook met de overdracht van een onderneming. En ik was eigenlijk, we hebben in het verleden geprobeerd om zo'n specialisatie op te bouwen in mijn eerste kantoor waar ik werkte. Dat was kantoor Voeren. Daarna was het Pricewaterhouse. Maar dat is eigenlijk altijd mislukt, omdat de disciplines, notariaat, advocatuur, belastingadviseurschap, dat die elkaar niet verdroegen. Dat zijn gescheiden werelden. Dat zijn gescheiden werelden. Ze hebben hun eigen normen en waarden. En ze dulden geen inmenging van de een op de andere. En, okay. Ja, door toeval. Omdat ik begon op een belastingkantoor en ik daar kandidaat notaris was, dachten ze van, nou ja, dan moet jij maar ook notaris worden. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar ik ben uiteindelijk advocaat geworden. En toen heb ik de oorspronkelijke opzet, die heb ik toen in mijn eentje doorgezet. Mm. Maar verenigd in één persoon. Ja. Nou ja, dat is wel een bepaalde luxe eigenlijk, dat je dus die verschillende gebieden kon bestrijken. Ja, maar de kantoren zelf waren daar eigenlijk niet op ingesteld, zou je kunnen zeggen. Die waren er niet op ingesteld. De grote kantoren die hebben nu eigenlijk allemaal, is het een combinatie geworden van advocaten, notaris en fiscalisten. Alleen als je ziet hoe de indeling is opgebouwd, dan zie je dat de advocaat die zit in een apart kamertje. Ja. De notaris zit weer in een apart kamertje en de belastingadviseur ook. En ze zitten dan wel naast elkaar en ze overleggen natuurlijk, maar het blijven gescheiden werelden. Oh. Ook bij die hele grote kantoren. Oké. En dat was natuurlijk wel een luxe, zoals je zegt, van dat ik dat in mijn eentje kon doen, maar ook wel een erg grote belasting. Ja. Want het is geen sinecure om op de hoogte te blijven van die rechtsgebieden. En het was wel heel interessant. Ik heb een aantal
Ja, er zijn een aantal dossiers waar ik wel trots op ben. Ik heb bijvoorbeeld ooit een stichting omgezet in een BV. Uh-huh. Als ik dat aan een accountant vertel, dan zegt hij van dat bestaat niet. Oké. Okay, maar nou. Ja, dat is dus. Maar goed, ik was niet alleen jurist. Ja. Ik heb ook andere belangstelling, en met name voor de muziek. En ja, de schrijverij is, dat is... Dat kwam later. Dat kwam later. Ik heb wel in mijn jeugd nu, achteraf kijkend, heb ik wel dingen geschreven die daarop wijzen van dat het erin zat, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar dat familie, die familiebedrijven waar je het over had, waarbij dus ook veel emoties komen kijken als daar iets verandert, dat lijkt mij geen slechte leerschool eigenlijk voor een romanschrijver. Nee, nee. Nee, want daar kom je natuurlijk heel veel van het menselijk bestaan te weten. Hè? Want je gaf al aan, als er een scheiding is of een overlijden, wat een enorme invloed dat heeft. Ja, ja, omdat mensen zich vaak ook identificeren met hun werk natuurlijk. En als dat je eigen bedrijf is. Ja, het grappige is dat ik, als fiscalist was ik eigenlijk een soort studeerkamergeleerde. En ik heb 10 jaar lang een fiscale cassatiepraktijk gehad, waarin ik eigenlijk alleen maar tegenover overheid procedeerde. Ja, ja. Maar dat is een heel abstract gebeuren. En ik heb eigenlijk pas echt goed leren omgaan met de problemen van de cliënten in hun dagelijkse leven toen ik advocaat werd. Uh-huh. Want dan is het een botsing van de een tegen de ander. Maar vond je dat ook leuker? Ja, dat was een hele bijzondere ervaring. Oh, okay. Ja. En ik moet zeggen dat ik voor mijn boekenschrijverij het meeste heb gehad aan de advocatuur. Omdat je daar de menselijke emoties het beste leert kennen. Ja. Ja. Ja, want daar ben ik even nieuwsgierig naar die... meer culturele expansie in jouw leven onder dat Celeste Lupus. Hè? En die grote aantal boeken wat je eigenlijk in korte tijd hebt geschreven. Want wij spreken altijd af in Amsterdam. Maar een groot deel van het jaar zit je in het buitenland. Hè? Ik woon al bijna 20 jaar in Frankrijk. Ja. In een klein kasteeltje, 60 kilometer ten noorden van Toulouse. Ja. En met heel mooi weer kan ik in de verte de Pyreneeën zien. Kijk. Ja, want goed, wij kennen elkaar al een tijdje, ook als uitgever, auteur. Ja. Daarom tutoyeren we elkaar ook. Ja. Maar ik kreeg daar toch een bepaald soort romantisch beeld bij eigenlijk. Als ik jou hoor vertellen over Frankrijk en dat die kasteelachtige omgeving waarin kunt werken. Er komt bijna een soort Olivier Bommel-achtig gevoel bij me op. Of ik nou zo rijk ben als Olivier Bommel, dat moet ik betwisten. Ja. Maar je bent wel in staat om je tijd te besteden. Ja. Het is werkelijk voor mij een uitkomst geweest. Ik heb eigenlijk altijd een huis gehad in Frankrijk. Toen ik 35 was, heb ik een vakantiehuis gekocht in de Dordogne. En op een gegeven moment kwam de wens, wat moeten we nou doen? Moeten we nou de hele tijd op en neer reizen vanuit Nederland naar Frankrijk? En toen is de idee gerezen om permanent in Frankrijk te gaan wonen. En dat is werkelijk een hele goede oplossing geweest. Want daar heb ik alle rust gevonden. En daar kwamen dus ook alle, omdat je niet meer werkt. Ik was eigenlijk, ik had het idee om naar Frankrijk te gaan om muziek te studeren. En dat doe ik ook heel veel. En ik heb afgelopen zondag heb ik nog voor mijn kinderen en kleinkinderen heb ik op de fluit nog een stuk van Pablo de Sarasata gespeeld. Ik zat daar en ik las tot 2 uur 's nachts las ik daar boeken. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, nu kan ik eigenlijk beter zelf ook wat gaan schrijven. En zo is het gekomen, ja. Ja, ja. Oké, dus het is nu een leven wat zich afspeelt tussen de muziek en de boeken. En soms
combineert zich dat ook? Dit is toch een opmerkelijke titel die ik even in beeld wil houden. Met een titel die toch wel vraagtekens stelt. Bagger over Bach en Beethoven en meer van dat soort. Ja. Romans, waar we zeker nog over te spreken zullen komen, hebben vaak een maatschappelijke betrokkenheid. Ze zijn onderdeel van een debat, onderdeel van discussies die er lopen. Ja, haken in op actuele thema's. Ja, ja, ja. Dit boek klinkt natuurlijk ook als toch een... Is het een pamflet? Of hoe moet ik dit zien? Nou, het is eigenlijk een oprisping geweest. Ik had een boekje gelezen van een vrij bekende Franse schrijver, Erik Emmanuel Schmid. Die is zelf ook muzikus, ja. Zegt hij te zijn. En die had een boekje geschreven. Dat heet Kiki Beethoven. En dat heb ik gelezen en dat vond ik zo merkwaardig. Zoals hij daar schreef over Beethoven. En toen kwamen er ook allerlei andere ideeën over van herinneringen aan wat er over muzici is geschreven. Ook Simon Vestdijk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de stijl van Simon Vestdijk zoals die heeft buitengewoon veel essays over muziek geschreven. En, maar je schrijft dat het eigenlijk veel over Vestdijk zelf zegt. En niet zozeer over die, componisten. Het grappige is dus, wat als je Vestdijk leest, dan leer je eigenlijk meer over Vestdijk zelf dan over de muziek. Mm-hmm. Dat was het, maar vond hij zichzelf belangrijker? Als je hem vergelijkt met Maarten het Hart, want die haal je ook nogal aan in dit boekje. Ja, Maarten het Hart is werkelijk die ster van aanbidding voor de componisten. Ik denk dat omdat er een afstand is tussen hem en een idee hoe een componist werkt. Uh-huh. Dat weet ik natuurlijk niet, dat is gissen. Bij Simon Vestdijk is dat wat anders. Ik denk ook niet dat Simon Vestdijk een goed idee heeft van hoe een componist werkt. Maar die haalt daar een hele culturele filosofie haalt hij daarbij waarom een componist die muziek en zo schrijft. Ja, en dat denk ik, dat is toch een manier van fantaseren. Kan je zeggen dat Vestdijk zijn eigen intellect eigenlijk centraal stelt en dat Maarten het Hart eigenlijk een kniebuiging maakt? Ja. Ik denk dat je het heel goed zo kunt stellen, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dus in die zin is een kritisch boek eigenlijk over de literatuur, over muziek en over componisten. Ja, 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 ja. Zo zou je dit eigenlijk kunnen... Oké. Ja, je woont in Frankrijk. Ja. Ik denk, dat is een hele mooie gelegenheid om daar... toch op Frankrijk een klein beetje in te zoomen. Natuurlijk toch als een heel belangrijk land. Ook nu, met de Brexit straks achter de rug is, hebben we aan grote landen eigenlijk nog Frankrijk en Duitsland over. Hè? Ja. Ja, hoe wordt... ik neem aan dat je in Frankrijk de media volgt. Ja, zeker. Ja, wat zijn voor jou de bladen en de kranten en de uitzendingen misschien op televisie? Nou, wij kijken elke avond om 8:00 kijken wij naar het Franse journaal. France 2 vooral. Mm-hmm. Dat vind ik toch wel de belangrijkste Franse zender. We hebben heel lang naar... TF1, Télévision 1 gekeken, maar Frans 2 is toch wel de belangrijkste zender, of wat het nieuws betreft. Ja, dat kun je vergelijken met onze NOS-uitzending. Je kunt vergelijken met Nieuwsuur. En wat zeggen zij over de Brexit? Kom je dat zal natuurlijk in Frankrijk ook groot nieuws zijn. Ja, zij zeggen er eigenlijk hetzelfde over wat je in Nederland ook... Ook ziet. Ik moet zeggen dat in Nederland is wel, als je het Nederlandse nieuws volgt, veel internationaal beter georiënteerd dan de Franse. Het Nederlands beter georiënteerd? Ja. Frankrijk, ja. Die heeft vooral ook heel veel regionaal nieuws. Ja, die hebben de handen vol aan zichzelf. En wat ook heel interessant is, dat ze hebben altijd heel veel over het eten. Ja, maar dat zie je in België al, hè? Op het journaal. Okay. Er is altijd een onderwerp in het journaal wat gaat over eten. Mm-hmm. Of het nou
probleem is met het voedsel of met het personeelstekort. Oké. Nou ja, misschien wordt voedsel anders gewaardeerd in de zuidelijke landen dan bij ons. Ja, dit is buitengewoon belangrijk. Ja. Nou, ik zie dat natuurlijk ook als uitgever. In de Belgische boeken top 10 staan altijd 6 kookboeken. Gewoon standaard. Het hele jaar door. Ja. En het is echt ongelooflijk. Ik denk, zijn er nou weer nieuwe recepten? Maar blijkbaar wel. Ja. Dus je kunt het eindeloos recyclen. Maar het is wel opmerkelijk. Ja. Frankrijk, de Macron. Er is een hoop aan de hand in Frankrijk op dit moment. Ja. Ik neem aan dat je dat ook een beetje volgt. Hoe zie je die Macron? Kun jij voor jezelf, heb jij al een soort tussenbalans eigenlijk over hem gemaakt? Ja, ik heb dat wel. Kijk, ik vind het een briljante persoonlijkheid, zo jong en met zo'n visie. Ja, hij was 39, hè? De jongste president ooit. Het probleem is alleen dat als je zo jong bent, zo'n visie, dan is de afstand tot de gewone man wel erg groot. Uh-huh. En dat is dat breekt hem wel op. Alhoewel hij het niet, je kunt hem, kijk, hij wordt nu door die gele hesjes neergezet als de grote boosdoener. Maar het zijn natuurlijk ook hele andere uitvoerders. We hebben een minister van Financiën, een jonge man, Darmanin. En ook een minister-president, Edouard Philippe. En een minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire. Die ook allemaal hele duidelijke ideeën hebben over hoe Frankrijk hervormd moet worden. Nou, daar kom ik zo even op. Wat mij wel opviel, hè. Ik vergeleek het een klein beetje met die Amerikaanse verkiezingen. Dat ik het toch ergens een beetje een vrij armoedige eindkeuze vond. Op een gegeven moment zo toch die Marine Le Pen eigenlijk tegenover Macron. Ja. Dat waren de twee grote spelers aan het einde. Ja. En in de Verenigde Staten had je natuurlijk Trump aan de ene kant en Hillary Clinton aan de andere kant. Ja. Ik was eigenlijk met allebei die keuzes, dat vond ik geen hele rijke keuze. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan gekeken hebt. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp het. Ja. In Frankrijk, die presidentsverkiezingen zijn een beetje heel raar verlopen. Oorspronkelijk er waren schandalen ook, hè, in het voortreden. Oorspronkelijk was Fillon, dat was de vroegere minister-president onder Sarkozy. Die was eigenlijk de gedoodverfde presidentskandidaat. Maar ja, die heeft, dat is onbegrijpelijk, die heeft... zijn vrouw en ook zijn, ik dacht ook zijn, een van zijn kinderen, die heeft hij om baantjes gegeven. Waarin ze veel geld opstreken, maar weinig deden. Ja, en dat is dus hem volledig opgebroken. En hij wordt nu ook nog steeds juridisch vervolgd. Oké, hoewel dat toen een beetje ook klonk van, ja goh, dit is Frankrijk. Dat gaat eigenlijk altijd hier zo. Tenminste, hoe werd er in Nederland een niet meer. Ja, nu, maar het gaat nog wel steeds zo. Kijk, het is heel moeilijk als je aan de macht bent. Je kunt er overal bij. En misschien was dat vroeger usance. Maar nu wordt het de een na de andere Franse politicus. Ja? Okay. Die wordt nu vervolgd. Er is zelfs nu een... ik ben even zijn naam kwijt. Vroeger minister van, dacht ik, Binnenlandse Zaken onder Sarkozy. Uh-huh. Die gaat voor een jaar de cel in. Zo, ja. Ja. En heeft dat te maken met Macron op het plus? Dat dit nu nee, die, heeft, die, heeft, die zit niet bij de partij van Macron. Maar die heeft gewoon geld in zijn zak gestoken. Ja. Nee, maar ik bedoel dat die juridische verandering er nu is. Dat men daar meer blijkbaar alert op is om dit soort zaken aan te pakken. Ik hoop het. Ik hoop het wel. De Franse justitie zit er wel heel erg achteraan. Ja, dus het heeft blijkbaar een prioriteit nu. Okay. Wat dat betreft is er wel een hele duidelijke scheiding der macht in Frankrijk. Hè. Mm-hmm. Er bestaat in Nederland toch een beetje het idee dat die Macron eigenlijk min of meer zo uit die coulissen de macht in is komen wandelen. Hè? Hoewel als je zijn cv natuurlijk bekijkt, is dat niet waar. Het is toch wel eens gek hoe soms die beeldvorming verschilt van... als je weer naar de feiten kijkt. Maar we kunnen toch wel stellen, denk ik, dat hij toch
nou ja, in ieder geval was die buiten de landsgrenzen van Frankrijk niet bekend. En in Frankrijk toch in één keer komeetachtig opgekomen. Ja, ik ken zijn achtergrond niet helemaal. Wat ik daarvan weet, dat is dat hij ooit vroeger inspecteur van belasting is geweest. Ik dacht dat hij niet op de ENA heeft gezeten, dat is de École Nationale d'Administration. Dat is waar alle grote Franse... Daar had hij gewoon 2 keer gesolliciteerd, maar niet doorgekomen. Dat zou kunnen. Ja, ja. Dat zou kunnen. Het is inderdaad heel bijzonder dat hij zo vanuit het niets naar voren is gekomen. Maar dat schept ook... Het was zo van, we hadden onder die vorige Franse Hollande... Ja. Was er een minister van Economische Zaken die er weinig van bakte. En toen heeft die Hollande, die heeft toen Macron naar op die zetel gezet. Ja. En toen is het eigenlijk begonnen. Ja, ja, ja. Ja, het is wel heel bijzonder dat er zo binnen in 1 of 2 jaar dat er zo'n gigantische grote organisatie zoals politieke partij La République en Marche, ja, zo'n organisatie heeft kunnen opzetten en ook meteen zoveel stemmen heeft gekregen. Dus je denkt dat er altijd, dat moet dan van tevoren toch een machinatie werkzaam zijn geweest. Dat vroeg ik mij dus daarom. Ja, ik weet dat niet. Ik weet dat nee, niet. Maar nee. Die indruk heb ik wel, ja. Nou, hij heeft een tijdje voor Attali ook in Europa gewerkt, hè? Waren ze bezig eigenlijk om te onderzoeken hoe men het beste bedrijfsinvesteringen eigenlijk in Europa op gang kon brengen. Ja, ja. Want dat is ook een beetje het wonderlijke, denk ik, aan zijn carrière. Want hij noemde zich eigenlijk aanvankelijk altijd links en socialistisch. En op het moment dat hij aan de macht kwam, zei hij in één keer, ja, ik ben een liberaal. Dat is toch wel wonderlijk, dat iemand ineens zo'n omslag maakt. Ja, ik ben niet zo op de hoogte met zijn vroegere politieke keuze, moet ik zeggen. Want voor mij was hij ook eigenlijk een volslag onbekende. Ja, ja. Maar hij maakt dan wel meteen, zodra hij als minister van Economische Zaken onder Hollande aantrad, maakte hij een hele gedecideerde indruk. Ja. En hij zette zich ook meteen af tegen Hollande. Ja, ja, ja. Die Hollande was natuurlijk toch een vrij kleurloze... Maar dat wist wel iedereen waar hij vandaan kwam. Dat was echt iemand die zich in de socialistische partij had opgewerkt. Maar dat was meer, denk ik, een partijpoliticus dan een man van het volk. Ja, hè? Die zijn nooit gedragen geweest. Ja, Hollande, dat was eigenlijk iemand die zelf totaal verrast was dat hij plotseling president was. Hè? Ja, maar klopt. Zou dat zo zijn? Ja, 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 ja. 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 Oké, ja. Die indruk heb ik, ja. Hmm. Nou ja, maar Macron, dat lijkt met een zekere vanzelfsprekendheid eigenlijk hoe hij dit allemaal oppakte. Ja, hè? Ja. Die had meteen een hele duidelijke besliste aanpak. Hij wist precies wat hij wilde. Ja, ja. En precies in tegenstelling tot Hollande, want die volgt een beetje de stemming onder het... kiezerspubliek. Wat ik wel vind soms van die Franse presidenten, dat had je ook onder Sarkozy, dat die een bepaald elan hebben. Die in één keer in een soort overdrive gaan, waarvan ik ook wel eens denk, dat heeft Europa nodig. Die Sarkozy was ook zo'n man die je kon het journaal niet aanzetten, of hij was weer op een ander continent. En hij stond weer achter de microfoon en hij vertelde weer hoe het verder moest. En ja, dat... nou ja, het verwijt tegen Sarkozy was juist... Ja? Dat hij zich eigenlijk te weinig, dat hij zich te vechtlustig opstelde. Ja, en dat was een beetje een straatvechtertje. Dat dat niet presidentieel was. Ja, dat klopt. Hij heeft zich ook in die banlieues, heeft hij zich ook wel eens zeer ontactisch En hij heeft natuurlijk op het nipt verloren van Hollande. Ja. Door Marine Le Pen, want die had natuurlijk, haar kiezers moeten oproepen. Om op Sarkozy te stemmen. Ja, maar uit rancune heeft ze dat niet gedaan. Nee, nee. En dat heeft hem opgebroken. Oké. Okay. Is Sarkozy nu uitgespeeld, denk je, voor Frankrijk? Ja, je weet het nooit. Ja. Maar voorlopig... voorlopig wel. Al je weet het, dit is een beetje... In Frankrijk is het onevenwichtig wat er nu aan de hand is. Ja. Zeg maar, je hebt Macron dus wel hoog zitten, merk ik. Ja. Ik zag ook dat hij in zijn studietijd heeft zich vooral met Hegel en Machiavelli bezig gehouden. Wat dat betreft, het lijkt wel een leven voorbereid eigenlijk op waar hij
uiteindelijk op afgekoerst is. Hè? Ja, ja, ja. Hoewel, als je zijn carrière bekijkt, zie je wel dat hij voortdurend tussen de wetenschap en de politiek balanceert. Kijk, een visie hebben over hoe een land er in de toekomst uit moet zien, dat is heel iets anders dan natuurlijk hoe je mediatechnisch te werk gaat. Hè? Dat verbaast mij altijd over mensen die hoe zij bezig zijn om het publiek te benaderen. Ja, dat is ook wel een beetje zorgwekkend. Hè? Het lijkt wel of de beeldvorming eigenlijk tegenwoordig belangrijker is dan de inhoud. Ja. Maar dat was dus in dat was de Amerikaanse. Die zogenaamde Amerikaanse filosoof Marshall McLuhan, the medium is the message. Ja, ja, ja. Ja, dus, ja. Dat komt dan wel steeds. Komt dat terug. Ja, Christopher Lash zei dat eigenlijk ook. Die zei, de gemaakte indruk is belangrijker dan de werkelijkheid. Ja, dat vind ik erg zorgwekkend. Ja, maar dat draagt hij natuurlijk zelf ook aan bij. Toen hij verkozen werd, had je dat was ook een mars van hem. Die mars naar die microfoon toe voor die toespraak. Kun je dat nog herinneren? Toen Macron verkozen. Dat hij zo enorm lang moest lopen voordat hij die toespraak kon houden. Dat werd ook allemaal gefilmd. Die man was een kwartier onderweg. Ik denk, dat vond ik iets heel, heel wonderlijks. Dat deed mij denken aan een film van Charlie Chaplin ooit eens een keer. Mussolini op bezoek moest bij Hitler. Dan moest hij dan een hele lange gang doorlopen. Maar dan had hij een achteromingangetje gevonden. En dan tikt hij dus in één keer op zijn schouder van achter. Om die vernedering niet te ondergaan van die lange gang. Maar die lange gang stond natuurlijk ook een beetje voor de grootsheid. Ja. Hè? En dat zag ik een beetje terug bij Macron. Die een enorme wandeling maakte. Waar hij volgens mij zichtbaar van genoot. Hij is wel iemand die zichtbaar kan genieten van zijn eigen succes. Dat is iets... hedonistisch, wat je niet zoveel ziet bij politici. Ja, dat weet ik niet. Nou, misschien psychologiseer ik te veel, maar zo kijk ik een beetje naar hem als ik. Dat vind ik niet. Kijk, dat zijn mensen. Kijk, Hitler was iemand die genoot ervan om de grote massa's te biologiseren. Geen enkele vergelijking hè, tussen de twee. Nee, ging alleen om die, maar kijk, Macron die heeft een hele duidelijke visie van wat hij wil. Ja, je kunt zeggen van Hitler had ook visie. Mm-hmm. Maar ja, daar hebben we niet zoveel aan natuurlijk. Hoe kun je een visie... realiseren. Hè? En daar heb je toch de media voor nodig. Ja, ja. Nee, ik denk dat hij dat vak zeker beheerst. Ja. Hoewel het natuurlijk wel zo is, maar dat zie je natuurlijk heel vaak. Men begint met een zekere populariteit. Die was eigenlijk groot. Hè? Hij was toch een beetje het alternatief op iets waar niemand trek in had. Hè? Op Le Pen. Nou, kijk, de aantrekkingskracht van Macron was dat hij... links en rechts kon verenigen. Ja. Hij heeft ook politici van links en rechts heeft hij aangetrokken. Er zijn de minister van Buitenlandse Zaken, Drian, die komt van de Socialistische Partij. En Bruno Le Maire, die economische zaken, dacht ik, van de voormalige Republikeinen. En dat was het grote midden, want er waren thema's natuurlijk... waarin sommige gematigde linkse politici dezelfde ideeën hadden als meer links georiënteerde rechtse politici. Ja, en dat heeft hij samengebracht. Dat was toen zijn grote aantrekkingskracht. Ja, ja. Die percentages waren duizelingwekkend hoog toen die net verkozen werd. Daarna zie je natuurlijk toch een omslag en we zitten nu... natuurlijk in een hele, hele bijzondere situatie. We zitten nu in een onzekere. Kijk, de oppositie die roept natuurlijk om het hardst... er moeten nu nieuwe verkiezingen komen. Uh-huh. Ja. Want daar kunnen ze garen bij spinnen. Maar dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Want dan krijg je de situatie zoals in de tijd... als in een onzekere tijd... als je dan verkiezingen uitschrijft... je weet nooit hoe het balletje rolt. En dat heb je gezien met de Franse Revolutie. In 1789, wat krijg je dan...
Maar je hebt het ook in Nederland heb je het ook gezien met die partij van Pim Fortuyn. Ja. En die zijn dan ook aan de macht gekomen. En dat is een chaos geworden. Mm-hmm. Ja, dus daar moet je enorm voor uitkijken. Dus ik zou zeggen op dit moment zeker geen verkiezingen. Nee. Laat La République en Marche, dat is de partij van Macron. Ja, ik zou zeggen, laat die proberen opnieuw weer tot zichzelf te komen. En, want dat ging even helemaal niet goed eigenlijk. Hè? Nee. Op een gegeven moment komen die gele hesjes op. En dan zie je eigenlijk dat Macron eigenlijk onzichtbaar blijft in het begin. Hij laat Philippe eigenlijk het woord doen in die kwestie. Dat is nog steeds zo. Hè? Hij stelt zich nu heel presidentieel op. Hij bezoekt buitenlandse collega's en binnenlandse ook. Hè. Maar de politieke boodschappen laat hij Edouard Philippe doen. Ja, dat is natuurlijk een goed overdacht concept. Ja, blijkbaar wil hij zich daar niet te veel aan branden. Dan moet je onzichtbaar maken. Maar het werd hem ook wel kwalijk genomen dat hij te lang stil bleef eigenlijk. Maar laten we even teruggaan naar die gele hesjes. Wat is er precies aan de hand in Frankrijk? Het is toch daar begonnen. Hè? Je ziet dat het van zuid naar noord eigenlijk opschuift. Het begon op het platteland, denk ik, van Frankrijk. Hè? Het schoof door naar Parijs. Het schoof door naar Wallonië. En we hadden 2 weken terug, geloof ik, in Maastricht. Nu ook een, maar goed, relatief klein allemaal nog. Maar dat gele hesjes gebeuren is wel een internationaal iets aan het worden. Nou, het is dus heel, heel merkwaardig, want kijk, die gele hesjes die zijn opgekomen toen Macron de brandstofprijzen heeft verhoogd. Ja. Plotseling vrij drastisch. Ja. En dat is toch gevoelsmatig om een detail eigenlijk. Dat het dat is dus heel merkwaardig. Ja? Het lijkt dus een detail, en dat was het ook. En dat is ook de aanstoot geweest. Daar heeft men zich toen massaal tegen verzet. Maar toen heeft de opstand was toen zo geweldig dat zelfs de voorzitter van de Senaat die vreesde voor het einde van de Republiek. Ja, er was een psychose door het land waarin je zou denken, nou ja, als dat overslaat naar de politie of naar het leger. He, zoals dat toen in de tijd in de jaren 50 met die Algerije-crisis onder de Gaulle is gebeurd. Ja. En mei 68 ook, hè? Ja. De Gaulle die dacht eraan om naar Duitsland uit te wijken. Ja. 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 En dat is toen. Dat was toen de sfeer. En toen heeft Macron wel meteen de brandstofprijzen verlaagd. Hij heeft ook hele duidelijke toezeggingen gedaan. Hij heeft het minimumloon, de SMIC, heeft hij verhoogd. En nog een aantal. Hij heeft de overuren door werkgevers heeft hij belastingvrij gemaakt. Maar desondanks, als je toen die gele hesjes, daar werd naar gevraagd, wat vinden jullie daar nou van? Dan haalde men de schouders op en dan zei van, ja, hij kan ons nog zoveel beloven. Dus de geest is niet terug in de fles, hè? Nee. Daar zit iets heel vreemds achter. Ja. En, ik zelf heb me altijd afgevraagd of daar niet iets van buitenlandse invloeden achter hebben gezeten. Want hoe kan zoiets zo massaal plotseling gebeuren? Nou ja, er is natuurlijk niet alleen in Frankrijk, er is natuurlijk in een groot deel van het Westen is eigenlijk een zekere onrust. Hè? Dat zien we toch in Nederland eigenlijk ook. En in Duitsland heb je Pegida. Er is dus op een of andere manier een soort onvrede in die cultuur aan de gang. En een soort onbehagen eigenlijk in de maatschappij. Ja, dat is wel heel merkwaardig, terwijl we zo'n rijk werelddeel zijn. Hè? Ja. En dat, zo zie je maar weer, dat is het Pygmee-effect. We hebben nooit genoeg. Maar zeg je daarmee dat die gele hesjes in Frankrijk eigenlijk ook weinig te klagen hebben? Kijk, het is natuurlijk wel een verkeerde inschatting geweest van de situatie. Want je moet je voorstellen, Frankrijk is een verschrikkelijk groot land. Iedereen, zelfs eenvoudige mensen, die hebben daar een auto nodig.
Ja. En het is niet zo, zoals in Nederland dat je daar met de tram of de bus of met de trein heel makkelijk bij je werk kunt komen. En in Frankrijk moeten ze, dat is heel normaal, dat ze, als je cliënten wil bezoeken, dat je heel rustig honderden kilometers, 500 kilometers. En dus die mensen zijn ontzettend afhankelijk van de brandstof. Het loon is in Frankrijk lager. En Parijs is onbetaalbaar. Parijs is sowieso onbetaalbaar. Nou ja, ik heb wel eens het gevoel, ik word iedere ochtend wakker met BNR Nieuwsradio. Dat die brengen ook veel economisch nieuws. Het gaat eigenlijk bijna iedere dag komt terug de CO2-kwestie. Lastenverhoging. En hoe het met de Tesla-auto gaat, met meneer Musk. Die elektrische auto's. Dat is blijkbaar het grote wereldnieuws waar we aan ons moeten oriënteren. En dan denk ik wel. Dat zijn drie dingen waarop je als gewone burger helemaal geen invloed op hebt. Nee, nee. En het wordt wel voortdurend over je uitgekiept als zijn een soort mantra van dit is de wereld, dit zijn onze problemen, die moeten opgelost worden. En op een gegeven moment dan krijgen ze dat. Krijg je dat als burger over je heen en dan voel je dat in de enorme stijging van de prijzen. Ja, en ik en dan gaat het mis. Ja, en dat ongrijpbare, dat is volgens mij dat stukje onbehagen. En dat gekoppeld eigenlijk aan een aantal andere nieuwe tijdse discussies. Ja. Identiteit, wat bijvoorbeeld diversiteit, dergelijke zaken. Eigenlijk een soort culture wars die er in het Westen aan de hand zijn. Ja. Denk je niet dat dat ook een invloed heeft op dat hele gebeuren? Dus dat laten we zeggen, die gewone bestaansmiddelen. Zo van, ik moet van A naar B voor mijn werk. En ik moet ook mijn hypotheek nog betalen. En ik wil ook nog een keer op vakantie. Dat verhaal onder druk staat. Gekoppeld eigenlijk aan een nog breder punt. Dat eigenlijk de centrale vraag van wie zijn we en waar staan we eigenlijk voor? Ja. Eigenlijk de cultuur waar jouw boeken ook over gaan. Dat ook onder druk staat. Ja, kijk, ik heb op mijn weblog heb ik een soort alternatieve toespraak geschreven, heel kort, van zoals Macron die tot het Franse volk zou kunnen richten. En dat is heel kort samengevat. Dat zegt eigenlijk van beste landgenoten, jullie willen meer geld. En ik gun jullie dat graag. Maar als ik dat wil ik wel geven, als ik dat doe, dan stijgen de prijzen. En daar kan ik ook nog wel wat aan doen, want ik kan een prijzenwet uitvaardigen. En alleen, dat is nog een klein probleem, want dan worden we leeggekocht door het buitenland. Ja. En dan hebben we niks meer. Nou ja, dus met geld gaat het niet. Ik kan jullie kan ik gewoon, zeg maar, de goederen geven. En dat zijn dus de fabrieken en de hele rattenplan. En die kunnen jullie dan hebben jullie betaald in geld of in goederen. Maar dan moeten jullie het zelf voor zorgen. Ja, 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 ja. En daar zit dus wel een probleempje aan. Want je kunt dan failliet gaan. En en als je dan de boel aan dicht gooit, dat komt dan voor eigen rekening. Hè? En staken is er helemaal niet meer bij. En jullie, wat jullie willen, dat is die pouvoir d'achat, dat is de koopkracht op peil houden. Ja, dat is dan met die 35-uurige werkweek, dat lukt dat natuurlijk niet. Want als ondernemer moet je aan poten geblazen. Ik heb daar zo'n verhaal over gezegd. Want hoe zit het met die pensioenen in Frankrijk? Is dat... Dat is ook een heikel onderwerp. Hè? Altijd, net zoals in Nederland ook, maar... In Frankrijk gaan ze eerder met pensioen dan in Nederland. Ja, ja. Ja, ik heb het gevoel dat Macron een beetje gevangen zit. Dus aan de ene kant moet hij zijn eigen achterban en zijn eigen mensen tevreden houden. Aan de andere kant is het ook een enorme eurofiel eigenlijk. Hè? Hij richt zich op Europa. Maar dan moet je ook mee. Nou ja, hij is nu begonnen dus met een groot nationaal debat. Hè? Dat is eigenlijk natuurlijk de methode om mensen te interesseren voor de wereldproblemen. En om daar eigen verantwoordelijkheid voor te voelen. Dat is natuurlijk het grote probleem. Maar kun je van een individu, een wereld, een verantwoordelijkheid voor een wereldbeeld verwachten? Iedereen leeft in zijn kleine eigen wereld. En, want dat merk je eigenlijk in die gele hesjes. Daar zit geen coherent idee achter. Daar zit geen coherent idee. Als je daarnaar vraagt, dan zeggen ze we willen meer inspraak.
Maar ja, ze vergeten erbij dat meer inspraak betekent ook verantwoordelijkheid dragen. Ja. Dat is het probleem. Ja. Plus het feit dat meer inspraak, als je dan daarnaar op meer naar vraagt, ja, wat heb je dan voor adviezen? Ja. Wat heb je voor boodschap? Ja. Het is een beetje hetzelfde als toen ik als student na die studentenopstanden in 1968 bij die omwenteling in de universitaire structuren, ja, waarin men tekeer ging tegen het gezag van professoren. En binnen no time zat ik als eenvoudige student in de studiecommissie, waarin ik met hoogleraren moest overleggen hoe het studieprogramma moest zijn in vakken waar ik zelf nog tentamen in moest afleggen. Was dat een mooie ervaring of niet? Ja, dat was heel interessant natuurlijk. Ja. Dan zag je ook van, je keek tegen die hoogleraren op, maar je zag meteen hun. Maar je ziet dan wel op een gegeven moment, de macht ligt eigenlijk gewoon op een gegeven moment op straat en je kunt het oprapen en dan vertegenwoordig je die macht dus ook, hè? Ja, want maar je moet je aan tafel. Je moet, als die macht wil je die langdurig behouden, dan moet je er wel iets voor doen natuurlijk. Ja. Je kunt raakt hem ook zo weer kwijt. Nee, maar goed, die 68-generatie is daar toch redelijk in geslaagd, denk ik. Men spreekt wel over de mars door de instituten. Hè? Dus dat eigenlijk die generatie op het plus gekomen is. En die ideeën zich ook wel gesetteld hebben in de maatschappij. Ja, dat zijn ook wel die hele flauwe powerbeweging die daar toen ook speelde. Hè? Ik zie er nu nog wel voorbeelden van wat ontspoorde mensen. Dat was toen ook al die hele Woodstock-generatie. Dat was binnen een jaar eigenlijk al, criminaliseerde dat in feite. Hè? Met die, de vrije liefde en de vrije drugs, met name dat laatste. Kijk, het begint altijd met een revolte tegen het gezag. Ja. Misschien ook wel terecht, omdat hij van het gezag misbruik van hun macht. Maar het probleem is altijd, daar moet iets dan, toch wel een concreet plan voor in de plaats komen. En dat moet ook beheerd worden. Ja. En daar ontbreekt het dan aan. Mm-hmm. Zet dat onbehagen en dat gezag wat eigenlijk getoetst en getest wordt op die nieuwe uitdagingen. Onder Sarkozy zagen we dat eigenlijk voor het eerst groot. Hè? Dat hij ook gewoon op de camera eigenlijk ruwweg ook zijn reactie gaf op die autobranden in die banlieues en dat soort zaken. Ja. Op de migratie van veel Franse Joden terug naar Israël. Hoe staat het? Ik heb de indruk dat die multiculturele samenleving in Frankrijk meer onder druk staat dan in Nederland. Klopt dat beeld, denk je? Nou, dat is in Frankrijk is dat zeer gespannen. Kijk, daar kom ik dus op mijn laatste boek. De ondergang van Europa. Ja, de ondergang van Europa. Ja, de titel. Ik dan een bepaald soort ondergang heb proberen te beschrijven. Dat is eigenlijk een soort culturele ondergang van die dan beleefd wordt in de vorm van een jonge vrouw en een zangeres die wiens vriend, haar vriend, die is trombonist en die speelt in een orkest en mogen ze de opera's van Wagner mogen ze niet meer opvoeren omdat die tegen de kruistochten gaan. Mm-hmm. En dat is een heel. Je ziet dat daar onze westerse cultuur op die manier wordt aangevallen. Ja, dat is eigenlijk een mooi voorbeeld. Want we zijn volop bezig met straatnamen te veranderen en bruggen en tunnels die anders moeten gaan heten. Geschiedboekjes die moeten veranderd worden. Een beetje in die lijn heb je dit geplaatst. Het gaat dan. We krijgen de totale cultuuromslag, hè? Ongemerkt. Hm?
De meeste mensen realiseren zich dat niet. Maar ik heb dat dus geprobeerd dus eigenlijk al mijn boeken, die gaan over thema's. Mijn eerste boek gaat over een dokter die op straat belandt door een fout in een ziekenhuis. Ja, want je ouders waren huisarts, hè? Mijn vader was huisarts. Of je vader was huisarts. Ja, mijn vader was huisarts. Ja. Mijn tweede boek gaat over geroofd Joods bezit. Ja. Dat is eigenlijk... dat speelt nu nog steeds. Want duikt er een schilderij op die voor een gigantisch bedrag op een veiling wordt verhandeld. Ja. En die blijkt dan van een Joodse familie te zijn. Nou, mijn derde boek, dat is eigenlijk ook wel weer, dat speelt in de jaren 80. Dat gaat over de Sovjet-Unie die in paniek raakt door een NAVO-oefening. Ja. Op de Duitse hoogvlakte. En dat is eigenlijk... Dat is nu... de geest der wet, toch? Dat is de geest der wet. Ja. En dat is nu eigenlijk weer... je ziet dat de geschiedenis herhaalt zich. Ja. Als je ziet hoe Trump dat nucleaire verdrag heeft opgezegd. En Poetin nu weer heeft aangekondigd om nieuwe raketten te gaan ontwikkelen. Ja, ja. Maar de vraag is, het lijkt toch dat er een zekere steun vanuit die NAVO is voor deze stap, hè? Wil men die nieuwe doorontwikkeling weer van die wapensystemen? Moet dat natuurlijk ook een soort excuus voor hebben, hè, als daar miljarden in geïnvesteerd moeten worden? Ja, ik weet niet of het van de NAVO is. Ik was wel zo dat ik las een gisteren of eergisteren een artikel van Frank Ankersmit. Ja. En in de Volkskrant, waarin hij pleitte voor een Europees leger met kernbommen. Want hij zegt... Het is toch werkelijk te zot voor woorden dat 500 miljoen steenrijke Europeanen dat die verdedigd worden door 300 miljoen Amerikanen tegen 150 miljoen straatarme Russen. Ja, dat is, kijk, als je die simpele cijfers ziet. Ja, hoe kunnen wij dan nog voorstellen dat we niet op onze eigen ondergang afstevenen? Mm-hmm. Ja, en denk jij niet dat Russische gevaar wat overschat wordt eigenlijk? Nou, dat kan heel goed natuurlijk. Dat was in de Koude Oorlog was het ook zo. De getalsmatig waren het Russische leger zijn natuurlijk wel verschrikkelijk groot. Maar of ze nou zo goed bewapend waren, afgezien dan van die raketten, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Ja. Dat weet ik niet, maar het probleem is natuurlijk van met die atoombommen, er kan zomaar een... per ongeluk de trekker afgaan. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk het grote. En daar gaat de geest der wet over. Daar gaat de geest der wet over. Hè? Dus wat dat betreft zitten je boeken eigenlijk zijn altijd verzonken in toch een maatschappelijk thema. Ja, even terug naar de ondergang van Europa. Ondergang. Waarom ondergang? Wat gebeurt er dan waardoor Europa ten onder gaat? Welke existentiële angst heb je eigenlijk in die roman geprobeerd te verwerken? Nou, dat is dus de angst van die trombonist. Die kan niet meer. Hij heeft geen bestaansreden meer. Ja, het wegens politieke correctheid. Hij heeft geen bestaansreden meer. Want we kunnen de opera's van Wagner, waarin hij gespecialiseerd is. Want daar heb je dat bazaangeschal. Ja. Wat hij dan zo prachtig kan doen. Hij heeft 15 minuten lang... blaast hij een solo wat fysiek buitengewoon inspannend is. En daar heeft hij zijn hele leven op ingesteld. Dat wordt verboden, althans, het wordt onmogelijk gemaakt doordat er bommen worden gelegd en bommeldingen komen. En je ziet het ook. Ik zag laatst op de televisie dat in de Verenigde Staten, ik dacht dat het was toen met een schilderijuitwisseling van Vlaamse kunst van Rubens. Ik dacht schilderijen van Rubens. Die tentoongesteld werden ergens in een museum in de Verenigde Staten. Waarin Amerikaanse bezoekers, die wilden daar gewoon met hun mobieltjes foto's van nemen. Ja. En die daar werden van, er waren bewakers die dat weigerden. Ja. Die ingrepen, die verboden om naakten te fotograferen. Oké. Ja. Dus je ziet, dat is een... En waarom was dat?
Dat was in de Verenigde Staten. Was in de Verenigde Staten. Ja, ja. Dus je ziet dat er hele taboes komen. Ja. Over kunst. Ja. Wat wij gedacht hadden dat dat was een juiste ontwikkeling in onze beschaving. Dus kan je Die worden nu aangevallen. Dus westerse verworvenheden eigenlijk. Ja. Verlichte verworvenheden die onder druk staan. Ja. Is dat? Ja. De verlichting. Wij hebben vroeger, als je heel kort de Europese geschiedenis ziet, dan zie je dat we hebben de Griekse beschaving, die door de Romeinen verspreid is door heel Europa. Daarna kregen we daarop de opkomst van het christendom, wat geresulteerd heeft in de duistere middeleeuwen. Ja. De duistere middeleeuwen is eigenlijk dat toen door de religie, het christendom, toen de rationaliteit onderdrukt is, omdat alles kon alleen maar als bewezen of aangenomen worden verklaard als het niet ook in de Bijbel stond. Ja, daar is toen een reactie op gekomen, dat was de verlichting en de renaissance. En wat wij nu zien als de westerse beschaving, wat nu aangevallen wordt. Ja, nou ja, tot die tijd liep natuurlijk wetenschap en religie liep gelijk. En op een gegeven moment is dat hun eigen weg gegaan. Ja. En dat is denk ik de grote sprong geweest die het Westen in feite gemaakt heeft in zijn denken. Hè? Ja, maar je ziet dus nu eigenlijk weer een teruggang. Dat die wetenschap, dat die moet voldoen aan bepaalde voorwaarden die bepaald worden door zaken waarvan men eigenlijk niemand weet of dat werkelijk bestaat. Eigenlijk door de religie. Hè? Ja, door het ver doorgedraven politiek correct denken, krijgt eigenlijk de religie weer grip op de maatschappij. Ja. Is dat je zorg die je eigenlijk uit in die roman? Ja, nou ja, dat is sowieso altijd een probleem dat de politiek vooral luistert naar de luidste schreeuwers. Ja. Kijk, het probleem met de religie is natuurlijk van ze zeggen dat het niets te maken heeft met de wereld. Het is iets wat ja. Het is metafysisch. Ja. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Want je ziet dat alle dat de religieuze leiders juist toch proberen wereldheerschappij te vestigen. Ja, dat hiernaam als onbereikbaar. De aarde moet het mee doen. En ze beroepen zich altijd als op iemand die nooit iemand gezien heeft. Ja. Maar je moet dan wel voldoen aan iemand die wel zichtbaar is. En die zich dan weer. Het is eigenlijk hetzelfde als Mozes, die beklom de berg. En die heeft daar gesproken met iemand die niemand ook ooit gezien heeft. En die kwam terug. Ja, ja, ja. En met een aantal, wat wij nu de 10 geboden noemen, wat eigenlijk in wezen een samenstel is van juridische en medische voorschriften. Het zijn eigenlijk jouw voorlopers. Ja. In die zin. Ja. Vakgebied. Ja. We hebben het over religie. Ik neem aan dat de islam hierin ook een rol speelt. Ja, die speelt hier zeker een rol, maar überhaupt de hele religie. Ja. Maar islam in het bijzonder, omdat hij juist zo'n sterke greep, steeds meer zo'n vastere greep krijgt op onze samenleving. Ja, en zie je daar nog verschillen tussen Frankrijk en Nederland? Nee, alleen dezelfde angst zie je in Frankrijk als hier in Nederland. Mm-hmm. Ik heb ook begrepen dat die gele hesjes, hè, kun je die nog. Speelt dit ook mee in dit verhaal van die gele hesjes? Want dit is misschien niet benoemd en niet. Er zijn natuurlijk geen duidelijke woordvoerders ook van die gele hesjes. Maar is dit ook niet een deel van het onbehagen wat dit verzet draagt in Frankrijk? Dat weet ik niet. Ogenschijnlijk zijn er totaal verschillende stromingen.
Ja, want ik vraag het hierom, omdat er op dit moment ook een tegenbeweging aan het ontstaan is. Die noemen zich de Rode Dassen. Ja, 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 ja. De Les Foulards Rouges. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en ja. Dat lijkt toch wel meer wat gericht. Dat is, daar lopen ook gewoon politici mee uit de kring rond Macron. Ja. Die dragen grote pro-Europa posters. Nou ja, ik heb de Foulards Rouges, die zijn bevreesd voor de wanorde. Die de gele hesjes veroorzaken. Ja, maar het zijn de socialisten die bang zijn voor de wanorde. Terwijl die de dragers waren van mei 68. Dus toch, je ziet dus dat er een soort schakeling is. Je ziet dus altijd weer tegenbewegingen komen. En, ja, ik weet niet, die Foulards Rouges, dat is begonnen met een of andere bakkersknecht in Normandië, dacht ik, of Bretagne, ja. Die oorspronkelijk wel ook een aanhanger van de gele hesjes was, die zich daarvan heeft afgekeerd, omdat hij heeft gezien tot welke chaos en schade het leidt. Mm-hmm. Ja, ja. Oké, okay, ja, want er waren 10.500 mensen geloof ik bij die laatste Rode Dassen demonstratie. Dus dat is ook een groeiend iets. Ja. Wat nu gevaarlijk is als dat werkelijk zou gaan clashen op straat. Ja, dat risico bestaat natuurlijk. Ja, ja. Ja. Hey, tot slot nog even richting je boek, de ondergang van Europa. Dat moet nog verschijnen. Ja. Dat zal binnenkort... De ondergang van Europa, met als ondertitel... De bittere tranen van Sarah Windekind. Het gaat over... Het wordt beleefd... door de ogen van een jonge vrouw. Ja, ja, die dus eigenlijk slachtoffer wordt van dit hele verhaal. Ja. Is dat voor jou echt een doel? Dat je dat toch... Er zit natuurlijk een duidelijke boodschap in van... joh, let op, bepaalde uitwassen... kunnen toch tot wonderlijke zaken leiden. Mm-hmm. Maar ben je ook een auteur die vindt dat hij ook nog een oplossing moet aandragen? Of dat er bepaalde openingen zijn wat dat betreft? Nou, het is zo. Ik heb dit boek, daar ben ik aan begonnen. Het is een toekomstroman. Het is een toekomstroman waarvan ik hoop dat hij niet uitkomt. Ja, ja. En dus dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk gelijk het antwoord. Dat is eigenlijk meteen het antwoord. Oké. Okay. Je hebt dat... George Orwell heeft dus 1984 geschreven. Ja. Dat is ook niet uitgekomen. Nee. Daarvan kun je zeggen, misschien is dat gekomen omdat hij dat geschreven heeft. Dat zou je kunnen zeggen, want toen werd heel duidelijk... de angst, hè, het gevaar duidelijk de totalitaire staat, wat je trouwens nu eigenlijk, het is dan niet in 1984 uitgekomen, maar ik heb net van mijn zoon heb ik een boek gekregen van Greenwald, dat is een Amerikaanse journalist, die heeft geschreven hoe de Amerikaanse overheid, de Amerikaanse veiligheidsdienst, de mensen in de gaten houdt en de hele wereld in de gaten houdt. Die ook zelfs de privételefoongesprekken van Angela Merkel heeft afgeluisterd. Ja, dat klopt. Ja, dat, en ja. Hoe ver dat gaat. En hij heeft daar ook laten zien dat ze met die methodes... Want de bedoeling was dat is ook hun rechtvaardiging... voor die spionage, voor de veiligheid. Ja, dat is het enige argument altijd. Bestrijding van het terrorisme. Ja. Maar hij, die Greenwald, laat ook zien van dat met die methodes die ze hebben toegepast, dat ze daarmee dat terrorisme helemaal niet opsporen, dat je het met hele andere middelen kunt doen. En dat in tegendeel, de uitkomsten van hun onderzoek, dat ze die vooral gebruiken voor bedrijfsspionage. En andere zaken. Dus eigenlijk is hier die ontwikkeling wat we nu zien. Ja, dat is dan toch achteraf misschien een beetje waar George Orwell voor bevreesd voor was. Ja, nou het mooie voorbeeld is misschien wat in jouw boek zit. Het feit dat jij iets maatschappelijk eigenlijk onmogelijk maakt. Doordat je zo'n morele druk eigenlijk op de samenleving ontstaat dat bepaalde
namen niet meer gebruikt kunnen worden of aan bepaalde historische gebeurtenissen niet meer gerefereerd kan worden. Ja, ja. Dat is iets wat zichzelf draagt uiteindelijk. Dan heb je op een gegeven moment, als dat eenmaal in het ideeëngoed van mensen leeft, is dat een soort zelf voortstuwende kracht. Hè? Dan hoef je dat eigenlijk als overheid daar nauwelijks meer invloed. Het is eigenlijk een soort meme, hè? Een zichzelf ontwikkelend idee wat zijn weg vindt in de maatschappij. Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk nog gevaarlijker. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, dat is ook een manier van invloed hebben. Je kunt natuurlijk invloed hebben door spionage en zorgen dat je de informatie op een rijtje hebt. Ja, maar met een idee kun je natuurlijk een maatschappij sturen. Ja, maar dat is natuurlijk de... Dat is het gebruik van de media. Hè. Kijk, er zijn veel politici die gebruiken een angstbeeld. Geert Wilders ook, dat wordt me altijd verweten dat hij een angstbeeld creëert. Maar ja, als je mijn boek leest, wat nu nog komen moet, de ondergang van Europa, dan is dat angstbeeld van Wilders wel terecht in mijn boek. Hij miskent de zaak doordat hij verbiedt wel één soort godsdienst, maar hij sluit de ogen voor de andere. Waar ook natuurlijk veel op dezelfde manier ook veel mis is. En in het verleden ook heel veel mis is gegaan. Ja, ja. Maar goed, dat is dus het creëren van een angstbeeld. Om een politieke beweging op te zetten, is het heel makkelijk om natuurlijk een angstbeeld te creëren. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. De burger moet je verantwoordelijkheid zien bij te brengen. Ja. Dat is. En dat gebeurt natuurlijk. Dat is eigenlijk want het probleem van de islam is eigenlijk het probleem van onze sociale verzorgingsstaat. Want door die sociale verzorgingsstaat, waar misbruik van gemaakt is. De WHO, die was bedoeld voor 300.000 mensen. Binnen no time zaten er 1,2 miljoen mensen zaten erin. Uh-huh. Ik weet dat in de eind jaren 50 al was er werkloosheid in Nederland. Alleen de fabrieken konden geen arbeiders krijgen. Ja. Dus daar zit natuurlijk iets, dat kan alleen maar komen omdat er misbruik van gemaakt werd. En daarvoor hebben wij allemaal gastarbeiders moeten importeren. Ja, en ja. Die hebben dus niet meer kunnen wegsturen. Die hebben we laten delen in de verzorgingsstaat. En dat, ja, hoe ver dat gaat natuurlijk nu helemaal mis. Nou ja, dat heeft grote maatschappelijke gevolgen en veranderingen. We gaan het allemaal lezen in je boek, De Ondergang van Europa. Ja. Celeste Lupus, mag ik je danken voor dit gesprek. Ja, heel graag gedaan.